Hege inflatie, energieprijzen die door het dak gaan en de nasleep van een coronapandemie. Een gevaarlijke mix voor huishoudens met een leeg en ook modaal inkomen. Voedselbanken verwachten daarom een flinke tastriem van mensen die het help nodig hebben. Maar op nota bloot die vraag vreemd genoeg uit. De verwachtingen waren dat het inderdaad een enorme stijging gaan zoeken, maar op nota is niks merkbaar. Het gebeurt eigenlijk niks. We hebben nog steeds een aantal gezinnen tussen de 60 en de 64 laatste twee jaar. Maar de verwachting is wel dat de stilte voor de storm is. Het is dus de vraag wanneer die storm losbarst. Nevens budgetinstituut Nibud komt ieder bedrijf huishoudens op het stuit net roen. Dat zij nog net bij de voedselbank onklopje zo verskate oorzaken hebben kunnen. We hebben toch een denken dat er een soort uitstel van is van bepaalde betalingen. Maar vierde ik net dat de energierekeningen heer binnen. En een deel van de mensen zullen misschien die verhoging in de energiekosten pas letter merken zodra hun contract onderneemt, rint en een nijcontract versteld wordt. Dus we verwachten wel dat er een toename komen zal. Bij de voedselbank in Dantemadeel klop je al wel meer mensen aan. Een directe verklaring had Holvast daar net voor. Mogelijk speelt het kampte een rol. Maar nevens Holvast hoeft dat geen drompel te wijzen. Men is hier anoniem. De privacy is bewaakt, dus wij krijgen geen uitwisseling van informatie tussen gemeente en voedselbank. De meesten zullen zichzelf aanmelden moeten. Dat gebeurt dus anoniem. Of via vrienden, kennis of verenigingen of instellingen. De tastriem om meesten is dus benam in de grote steden te zien. Bij de voedselbank in Ljouwet zoals een lietse stijging in het aantal meesten dat oankloppet. Maar ook daar bloot het voor eerst rustig. We komen altijd naar rond de 400 klanten. En de verwachting is bij ons wel dat er ook een stijging zal komen. Let op de inflatie en de hoge energieprijzen. Maar dat is van de buurt nu nog net waarom. Drokte of geen drokte, de voedselbanken zwaargen in elk geval dat ze overal op tarred binnen. Wij hebben voldoende voorraad, we horen het voorraad op peil. Degene die contact lezen met de cliënt, de klant, de screeners, die zijn binnen clear voor. Dus wij volmoed de toekomst tegemoet daarin.